Deze nieuwsuitzending is in het kader van filosofie. En ik zal hem even erbij pakken waar het allemaal over gaat. Ik heb echt een hele mooie serie inmiddels. Die echt niet dom is. En ik pak gewoon telkens één persoon per keer. En vandaag wordt dat Bertrand Russell. Maar ik zal even dat kanaal erbij pakken. Kijk, dit is dan... Kijk, dit is ook in de... Waar kan ik nou die playlists vinden? Waar heb ik dat weer? Nee, niet in, oh, filosofie. Ja, niet in paniek raken, Perry. Create playlist. Gewoon, oké, pauze. Hè. Dan heb je dan hier de hele playlist. Dus Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer... Martin Heidegger, Charles Darwin, Isaac Newton. En de laatste is een rectificatie op Isaac Newton. Is ook erg leuk om even te bekijken. Maar nu weet je waar je het kan vinden. Bij de playlists. En dan moet je zijn bij filosofie. Dus het einde van de reclamemededeling, zullen we maar zeggen. En dan gaan we nu over naar de orde van de dag. Want we gaan het vandaag hebben over Bertrand Arthur William Russell. De derde Earl... Nee, Earl moet je zeggen. Dat is een graaf of zo. Russell. De third. Ja, Earl Russell. Ja. Ik ga gewoon even voorlezen in het Engels. En dan ga ik het daarna even vertalen hard. Bertrand Russell was a British philosopher, logician, mathematician, historian, writer, social critic... political activist and Nobel laureate. Ja, later gaan ze zeggen dat hij een Nobelprijs heeft gekregen voor de literatuur. Nou, wat heb ik een hoop te zeuren over deze man. Hoor. At various points in his life he considered himself a liberal, a socialist and a pacifist. But he also admitted that he had never been any of these things in a profound sense. He was born in Monmouthshire into one of the most prominent aristocratic families in the United Kingdom. Dus we hebben het hier over een jongen die is geboren met een gouden lepel in zijn mond. Nou, zijn hairdo, even kijken of hij nog een beetje jong was in die tijd. Kijk, hoe oud was hij toen? Ah, zijn haar is wel aardig. Zo'n scheiding zou ik niet doen, maar ja, is alleen maar jaloezie van mijn kant. En zijn stopdas hangt te laag, vind ik hoor. Maar misschien was het mode in die tijd. Ik zou niet weten waarom je gaat lopen met een stuk touw om je nek, zodat je ieder moment opgehangen kunt worden. Zelf allemaal stropdassen. Ja. Je kan ze gebruiken als je iets wil vastbinden. Maar niet meer om mijn nek. Dus die inleiding, nu weet je wel een beetje waar die zit, maar even die puntjes eruit pakken. Hij is logicus. Hè? Hij heeft een. Dat klopt. Hij heeft de eerste orde, predicaten, logica. Oh, nee, de twee... Wat is het? Nee, ik heb hem bestudeerd. Ik ken zijn logica. En daar hebben ze ongelooflijke gezeur over gehad. Met de zin... De koning van Frankrijk is kaal. Nou, en zijn opponent... Daar ga ik het zo dadelijk over hebben. Want dat is mijn vent. Die zei van... Ja... De koning van Frankrijk is kaal. Dat is heel eenvoudig. Je hebt gewoon een begrip nodig voor koning van Frankrijk. Noem je K of zo. Hè? Of nou, doen we die F. Want anders kom je in de war met K van kaal. Hè? Dus, dan heb je de koning van Frankrijk. Die noemen we F. Ja. Nou, en dan schrijf je gewoon K. Haakje openen. F. Haakje sluiten. Als je bijvoorbeeld zegt, je noemt mij, noem je P. Hè? En dan kan je schrijven K, haakje open, P, haakje sluiten. En dan zal ik zeggen, dat is niet waar.
Want ik ben niet kaal. Mijn moeder heeft een keer gezegd op een verjaardag, heel luid in de kamer van... Oh, Perry, jij wordt kaal. En dan denk ik, ja, dat zal. Maar ik ben niet kaal. Waarom heb ik anders een scheermachine? En zo'n ding is nog duur ook. Doe mij maar kaalheid. Snap je? En Bertrand Russell heeft dat opgelost. Want hij zat dan te fulmineren tegen die ander. Met een heel erg lelijk, absoluut nooit kunnen werkend model van een logica. Want ik zeg nou haakje, dus je hebt dus kaal, K, haakje openen, P, dat is een perry, haakje sluiten. Ja, je kan ook gewoon zeggen, de predicaten heet dat dan, hè, van iets is kaal, dat schrijf je met hoofdletter. Ja, en dan doe je alle onderwerpen waar de op betrekking heeft, die schrijf je in kleine letters. Dan kan je die haakjes ook nog weglaten. Nou, dat is gewoon heel elegant. Hè? En die Bertrand Russell, die zei... Oh, maar dit is maar veel te simpel. Het moet heel ingewikkeld, want het kan niet. Wat? Ik mag hem helemaal niet. En toen ik later ook nog las... dat hij seks heeft gehad... met de vriendin van zijn oudste kind... of de vrouw van zijn oudste kind... en dit heb ik alleen maar uit zoveelste hand, hè? Daar ben ik ook helemaal niet bij geweest. Maar het feit dat dus ergens dat soort dingen over jou in rond te slingeren. Ja. Maar het was een aristocraat. En dan krijg je hier een leuk stukje, want dat weet ik ook allemaal. Want wij moesten behalve zijn mathematica, zijn logica, zijn taalstructuur. Die moesten we niet alleen leren, maar wij moesten ook bij, dat was moderne filosofie of zo, denk ik. Nou, kregen ook allemaal dingen over hem te horen. Zo. Ja, wat nu volgde, dat is mij toen ook verteld. Hè? In het begin, ik vertaal het gelijk in het Nederlands. In het begin van de 20e eeuw heeft hij de Britse opstand tegen het idealisme geleid. En idealisme, dat is een vorm van filosofie die ervan uitgaat dat de werkelijkheid veroorzaakt wordt door taal. Daar komt het eigenlijk op neer. Je moet er heel voorzichtig mee zijn, want die mensen komen er natuurlijk totaal niet uit. Want als je de Bijbel niet leest, ja, dan kom je nooit ergens uit. Dus deze mensen ook niet. Dus ik ben geen idealist. Dat is niet waar. Hij wordt beschouwd als een van de stichters van de analytische filosofie, samen met zijn voorganger, en dan komt de naam, Gottlob Frege. Dat is trouwens wel raar, hè? Zijn voorganger, hij was een van de stichters van de analytische filosofie, samen met zijn voorganger, hè? Ja, ik moet je er eigenlijk zeggen, Gottlob Frege, want dat is de naam. Die was dus de founder of analytic philosophy. Zijn collega G.E. Moore en zijn protégé Ludwig Wittgenstein. Hij wordt in het algemeen gezien als een van de 20e eeuws voornaamste logici. Oh, wat erg om dit door te moeten lezen. En daarna ga ik becommentariseren. Met Alfred, en die N weet ik ook, Whitehead, schreef hij Principia Mathematica. Een poging om een logische basis te creëren voor wiskunde. Zijn filosofisch werk On Denoting wordt beschouwd als een paradigma van filosofie. Zijn werk had een aanzienlijke invloed op
op wiskunde, logica, verzamelingsleer, linguïstiek, taalkunde, artificiële intelligentie, cognitieve wetenschap en computerwetenschap. En filosofie. In het bijzonder taalfilosofie, kennisleer en metafysica. Hoppakee. Ik stel, even speltheoretisch, dat is dan geen settheorie, maar speltheoretisch. Stel, je hebt voldoende poen. Je hele familie heeft altijd alle arbeiders uitgemergeld, grote kastelen gebouwd. Ja, dan wil je toch dat je zoon beroemd wordt. En wat kost dat nou? Bertrand Alter, William Russell, houd toch op. Ik heb even te beginnen met zijn werk dus. Dat heet On Denoting. Dat staat hier. Ik kan er niet op. Nee, even een beetje. Zo, er gebeurt er niks, hè? Daar staat het in. En de zin, de koning van Frankrijk is kaal, die vertaalt hij dus, er is een X. En daarvoor geldt dat hij KX is, kaal dus, en de koning van Frankrijk is, FX. Dus dan heb je... Er is een X en dat doet hij dan met een omgekeerde E. En dan moet je haakje openen doen. En dan krijg je de KX, dus X is kaal. En dan N, dan moet er een conjunctie tussen. Daar heb je een teken voor, dat is verder geen probleem. Dan, ik ging naar de bioscoop en ik stootte meteen. Dat is een makkelijke, een hele conjunctie, een N. En dan erachter... Koning van Frankrijk, dus FX. En dan haakje sluiten. Terwijl Gottlob Frege zei, van jongen, wat loop je moeilijk te doen? Het is gewoon K, hoofdletter K, kleine letter F. Er zijn twee tekens. En op iedere typemachine, daar heb je zo'n hoofdlettertoets, toch? Nou, dat was niet genoeg voor meneer Bertrand Arthur William Russell. Het probleem wat hij oploste, was helemaal geen probleem. En eventjes terug naar deze meneer, Gottlob Frege, wordt hier genoemd voorganger. Ik heb bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen hele polemieke brieven gelezen tussen Gottlob Frege en deze meneer, die je het beste maar zo snel mogelijk kan vergeten. En een hele goede daarin was een discussie over het begrip Mount Everest. Bertrand Arthur William Russell vond dat de Mount Everest, die moet een naam krijgen. En dat is gewoon de Mount Everest. Dus daar maak je een predicaat van. En Gottlob Frege zei, waarom? Je kan toch ook zeggen, die berg ten noorden van India, waar de K2, je zegt maar wat. Waar vorig jaar nog die mensen omgekomen zijn die naar de top van de die berg wilden. Dan weet je dat toch ook? Met professor Dr. Mark Robinson hebben wij afgesproken dat wij het gaan hebben over privé dingen die ons, die we allebei hebben meegemaakt of wij ook wel wat weet. En dan noemen wij geen namen. Het zijn discussies zonder namen. En dus het. Die ene kroeg, die heeft een naam. En die straat heeft ook een naam. En wij spreken altijd over het voormalig officierscafé. Bij het Gele Rijdersplein.
Nou, dan weet je toch genoeg. Je hoeft niet alles een naam te geven. Tenzij je natuurlijk met die hele ingewikkelde logica van hem aan de slag gaat. Want anders kom je er niet meer uit. Ik ben die tekst kwijt. Maar er is die de allermooiste Nederlandse zin die ik dan vind. Dat is gewoon mijn mening. Dat is de opening van het boek. Dus de uitvreter van Nesquio. Dat is een essay, denk ik. Of een novelle. En die zin die luidt. Behalve de man die de Sarfati-straat de mooiste straat ter wereld vond, heb ik geen wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Nou, die zin is op zijn Nederlands best lang. Maar als je die zin uitschrijft met de fraaie, dus niet zo fraaie, onderbouwing van logica en van zijn ondenoting. En dan mag je Sarfati-straat, dat wordt gewoon een S. Dus Sarfati-straat is gewoon S, alles heeft een naam. En dan heb je de mooiste, dat kan je ook in zijn taal uitdrukken. En dan behalve, daar heeft hij natuurlijk ook een ding voor. En het grappige is dan, dat als je hem uitschrijft, dan is die anderhalf keer zo lang geworden dan dat Nederlands. En dat is denk ik niet de bedoeling van logica. Dat moet er juist kort en bondig zijn. En Gottlob Frege, dat is mijn vriend. Die snap ik. En G.E. Moore, ga ik nu niet op in, maar dat is echt bullcrap, vind ik dan zelf. En Ludwig Wittgenstein, ik heb zijn hoofdthese weerlegd. Ik heb nog netjes een mooie 7 gescoord of zo voor het werk. En hij is van algemeen wordt hij gezien als een van de beste, de eerste, grootste logici van de 20e eeuw. Ja joh. Door wie eigenlijk? Ja, niet door mij. Er zijn gewoon mannen die hebben gewoon de hele dag niks te doen. En die gaan dan denken, we gaan in een logische basis liggen voor de wiskunde. En wat doe je nou, man? Heb je echt niks beters te doen? Wiskunde is gewoon tautologie. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Mijn dochter die had er 10 minuten voor nodig om op het internet even op te zoeken hoe dat in elkaar zat. En ze had nog eens 5 minuten nodig om dat mij uit te leggen, terwijl zij tegen mij sprak alsof ik een kind van 8 jaar was. Dus ik schakelde al mijn intellect uit en ik dacht gewoon, ja, wow. Nou, ik begreep het prima. Dus wat loop je te zeuren over wiskunde? En Whitehead, Alfred Whitehead, dat was die man en die beschouwde alles als relatie. Hij zag de... Ik snap er echt geen donder van, hoor. Ik heb mijn leraar metafysica, en die mag ik ook best zijn naam noemen, hij heet Ad Fenix. Hij heeft een mooi boek geschreven en het heet Wat is waarheid? Ik heb het hier in mijn kast en nee, je mag het niet lenen. Want ik weet precies hoe dat gaat. Een van de weinige boeken die ik niet kwijt wil. Ja, en die leraar metafysica die zei dat Whitehead, dat die filosofie, dat daar toch iets nog uit te halen is. En qua metafysica. Ja, dat zou kunnen. Even doorrachen. Dan komt hij hier, hè? Hij was een prominente anti-oorlogactivist. Hij daagde. Hij was kampioen
binnen het anti-imperialisme. Hij was de kampioen van de anti-imperialisten. Oh, mooi zo. Af en toe advoceerde hij, zo af en toe was hij voor een preventieve nucleaire oorlog. Nou ja, dus hij was echt helemaal tegen oorlog, maar had wel zoiets van ja, kom zeg, af en toe van tevoren flikker er een atoombom op, dan zijn we van het probleem af. Dus hij was dan preventer. Oh, wat fijn, leuk zeg. Voordat de kans zich voordeed, gegeven door een atoommonopolie, was ontstaan. En hij verwelkomde met enthousiasme world government. Oh, dat is mooi. Dus je bent eerst ben je anti-oorlog, maar dan denk je, ja, af en toe een preventieve nucleaire oorlog, dat moet kunnen. Je moet je vrouw af en toe slaan of zo. En niet elke dag, maar. Of zoiets. Ik weet niet hoe je zoiets kan onderbouwen. Wat is een preventieve nucleaire oorlog? Als we het er toch hebben over namen. Want er is een X waarvoor geldt. X is een preventieve nucleaire oorlog. En die andere is de predicaat Russell vindt dat af en toe goed. Dus er is een X waarvoor geldt PX en Russell X. En dan ook af en toe. Dus dan moet je daar nog een temporaliteit bij halen. Van ik ben er niet de hele tijd voor, maar wel af en toe. Dus er is een X en er is een T. Dus er zijn tijdstippen waarop Russell denkt. Hij ging naar de gevangenis voor zijn pacifisme tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ik wil ook wel naar de gevangenis. Ja. Ja. Die andere, die blanke moordenaar, die dat helemaal niet erg vindt, weet je ook alweer. Die man uit Zuid-Afrika, die allemaal roept van. Slacht de boeren af, maak ze allemaal dood. Slacht de boeren af, want wij negers die zijn groot. Weet die vent ook weer? Die heeft ook in de gevangenis gezeten. Zeggen ze toch? Op Robben Eiland. Kan ook gewoon een mediacampagne zijn geweest. Later concludeerde hij dat oorlog tegen Adolf Hitler was een noodzaak in de zin van kiezen tussen twee kwaden en dan kies je het minst kwade. Wacht eventjes. Adolf Hitler was Amerika aan het aanvallen. Nee, natuurlijk niet. Het was de paus. Adolf Hitler was gewoon de Pim Fortuyn die het waarschijnlijk wel overleefd heeft, hè? Hij bekritiseerde En hij was ook een tegenstander van de betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de Vietnamoorlog. En hij was een uitgesproken proponent van nucleaire ontwapening. Oh ja. En af en toe adviseerde hij preventieve nucleaire oorlog. Ja, oké. In 1950 werd hij de Nobelprijs gegeven voor de literatuur. En hij heeft inderdaad wat geschreven. Die man die deed helemaal niks. Die had een beetje met een uitkering van zijn familie een beetje boekjes te dingen. En daar kreeg hij nog wat poen voor. Hij schreef de hele tijd. Kijk hoor.
Wat staan dan die boekjes dan? Bibliografie, dat wil ik ook niet zien. Die gaan hieronder en dan krijg je allemaal dit. Dus, oh. Kun je ook trouwens op voorstellen dat je dus op Wikipedia staat met een foto van jezelf terwijl je 4 jaar oud bent. Dan moet je toch wel ergens gaan denken van, heeft er iemand een anus hier? Ik ruik nou poepie die poepie. Waar zijn we nou die boeken? Ja, hij heeft zo'n boek, dat heet... iets met de happiness. Chasing happiness of zo. En zijn analytische filosofie, dat hangt heel dicht bij taalfilosofie. Maar dat los je niet op met er is een X waarvoor geldt dat die kaal is en de koning van Frankrijk is. Hij was er ook zo een van, als 2 plus 3 4 is, dan ben ik de koning van Parijs of van Amerika. Dat kan je dus bewijzen in zijn taalsysteem. Nou. Ik vind helemaal niks. En wat hij gewoon was. Gewoon zo'n aristocraatje. Wat een beetje loopt te pennen. En een grote mond heeft tegen Gottlob Frege. En gewoon geen oppositie dulde. Dat helemaal zijn eigen ding. En wat hij heeft achtergelaten, ja, dat is niks meer mee te doen. Ik bedoel, er is een X waarvoor geldt, lalalala. Dat gaat hem nooit wat worden. En dan even dus over die Adolf Hitler. Adolf Hitler was van de paus. Hij was een aristocraat. Alle aristocraten zijn van de paus. Of ze worden John F. Kennedy. Maar gewoon kiezen wat je wil. Dus hij was ook van de paus. Nou, Adolf Hitler was ook van de paus. En hij wilde natuurlijk wel, net als de paus, dat iedereen ging vechten. Niet tegen Adolf Hitler. Okay. Maar tegen de protestantse Duitsers. Later concludeerde hij dat een oorlog tegen de Duitse protestanten een noodzakelijk kwaad was. Dat had daar moeten staan. En er was een kritiek van Stalin. Maar Stalin was ook van de paus. Hier. Hij stond onder jezuïtische controle. En hij viel. Hij was het niet eens met het feit dat de Verenigde Staten betrokken werd in de Vietnamoorlog. Ja. Dan had hij gewoon eerlijk moeten zeggen in die tijd tegen de mensen van de Verenigde Staten. Van die Vietnamoorlog is alleen maar ten behoeve van de paus. De paus heeft daar wat aan gehad. Maar jullie niet. Jullie gaan er alleen maar dood. En volgens de paus is dat goed. Als je ook maar een hele hoop van die anderen daar in Vietnam doodschiet. Want de paus die houdt van dood en bloed en weet ik veel. Huilende kinderen die naar kindertehuizen moeten. En dan komen zijn prelaten wel even langs voor hun genoegen. De paus is de antichrist. Dan pak ik er nog even iemand bij. En mijn Leuvense vriend, die heeft hem ook beluisterd. Kijk, dan ga ik hier een stukje afpikken. Oh. En mijn Leuvense vriend is heel erg kritisch en hij heeft veel geleerd van deze man. Even kijken, kunnen jullie de dingen goed zien? Maar je kan ook gewoon deze teksten. Cutting Through the Matrix with Alan Watt. En dit is dus Alan Watt, die heeft nooit op karate gezeten. Hij heeft ook zeker geen zwarte band, dat geloof ik niet. Maar het zou kunnen. Ik denk het niet. Hij kan goed gitaar spelen.
En je kan op de, het is niet de allermooiste website ter wereld. Maar als je er een beetje in rond de neus, dan die van mij is ook niet zo geweldig hoor. Dus. Kijk, dit is hem ook. Alan Watt met een gitaar. Dat is gefotoshopt. Nou. Is dit gefotoshopt? Nou, voor hetzelfde geld niet. Oh, kijk, hij is nog steeds bezig. Nou, man. Nou, naar deze man heb ik uren en uren geluisterd. En die vertelde mij over Bertrand Russell. Het meeste. Verbijsterende. Ik was blij dat ik op mijn bank zat, laat ik het zo maar zeggen. Want ik had alleen maar geleerd van zijn absolute ridicule logische systeem en een belachelijke poging om wiskunde te gaan onderbouwen. Zo van, ja, wij gaan beton verbeteren. Dan denk ik, wat moet je verbeteren aan beton? Je hebt toch ook gewoon gewapend beton? En wat is daar nou weer mis mee? Maar Alan Watt, die heeft mij verteld, niet één keer, niet twee keer, daar komt hij heel vaak op terug. Dat er van de hand van Bertrand Russell, in een team werkte hij dan waarschijnlijk, zijn er sociale experimenten gedaan met mensen. En dat experiment, dat was een experiment, duurde 20 jaar. Misschien nog wel langer, 25 jaar. En ze bestudeerden het gedrag van de mensen. Ze hebben 25 jaar lang, misschien wel 30 jaar lang, hebben ze mensen echt een dossier van opgesteld en al die gegevens verzameld. En dan moet je dat in een matrix doen en dan kan je gemiddelde uitrekenen. Moet je een blanco groep hebben. Als je mensen een experiment laat ondergaan, moet je wel weten hoe het gedrag, want daar ging het om, hè, het gedrag zich verhoudt tot het algemene, universele, normale gedrag. Dat noem je de blanco groep. Er is een groep mensen, die heb ik A-select gekozen. En die hebben niets gekregen. En er is een groep mensen en die heb ik dus ook A-select gekozen. En die heb ik het wel gegeven. En dan kijken of je een verschil ziet. Want één zwaluw maakt geen zomer. Dus als jij een dobbelsteen koopt bij de speelgoedwinkel en de eerste keer gooi je gelijk een 6... hoef je niet gelijk terug naar de speelgoedwinkel om te zeggen, deze dobbelsteen is niet goed. Er moet statistiek bij. Maar Russell die kon wel statistiek. Waar het experiment om ging, was hoe kunnen we ervoor zorgen dat gezinnen niet ontstaan. Dat is erg moeilijk. Mensen hebben van nature de neiging om in harmonie om te gaan. En ik ken een stel en die kennen elkander vanaf dat ze 3 waren. En hoe voorkom je nou dat dat soort mensen gezinnen gaan stichten? Dat was het experiment. 25 jaar, 30 jaar, zo lang heeft het geduurd. En ze hadden dus een hypothese, die hebben ze getoetst. En inderdaad bleek dat die doelgroep, toen die doelgroep 25 was, 30 was, die hele doelgroep of 90% daarvan, 98%, had geen gezin. Een nieuw gezin, hè?
Kinderen moeten gezinnen maken. Je kan moeilijk verwachten van oudjes in het bejaardentehuis die 90 zijn dat ze een gezin gaan stichten. Dat moeten de kinderen doen. Als ze een jaartje of 18 zijn, of 20, of 23. Mijn ouders waren er vroeg bij. Mijn moeder was 17 toen ze zwanger was van mij. Maar die kinderen, toen ze 25 à 30 werden, het merendeel had geen gezin. Het leefde alleen. Het leven is leuk vanwege je schoonheid, totdat je schoonheid begint te zakken. Dan kan je nog wegvluchten in make-up. Die mensen waren allemaal alleen, woonden driehoog achter. En het experiment was gelukt. Dat document is gevonden. Alan Watt weet daarvan. Ik geloof Alan Watt op zijn woord. En mijn Leuvense vriend ook. Maar nu het experiment. Wat ze gedaan hebben, ze hadden een regio met een aantal scholen. En daar hebben ze A-select, hebben ze een aantal scholen uitgekozen. En ze zijn de kinderen van alle scholen, dus ook de niet uitgekozen scholen, dat heet de Blanco groep, die zijn ze gaan volgen. Nou, de kinderen van de Blanco-groep, die kregen gewoon gezinnen. Als ze ouder worden, op een gegeven moment gaan ze van school en dan krijg je weer wat nieuws. En, nou, dan word je verliefd of iemand wordt verliefd op jou. Ja, kindje. En dat willen we dus niet. Hè? Maar in die experimentgroep, de doelgroep, die de therapie kregen, daar was dat dus aanmerkelijk minder. Zo hebben ze dat gedaan. En de behandeling die ze de geselecteerde scholen, A-select geselecteerde scholen, half om half, gaven, was seks. Dus een beetje seksles ook. Wat is seks? Hoe werkt seks? Waar zit je piemeltje? Achter je linkeroor, achter je rechteroor of tussen je twee grote tenen. Wat hebben meisjes dan? Die hebben geen piemel. Er werd er gewoon klassikaal gemasturbeerd. Nou ja, dat is geweldig. En die mensen, die jonge mensen van 5 jaar, ze begonnen met 15 jaar zo'n beetje. Nou, die sprongen daar enthousiast in. Ze vonden het eigenlijk wel leuk. Ze werden er helemaal geil van. Oh, lekker morgen weer naar school. En dan mag ik lekker kontje friebelen. En je kan van Bertrand Russell zeggen dat hij de statistiek... Ja, dus al die dataverwerking, want ze hebben het helemaal moeten controleren. Werkt het echt wel? Nou, het werkt echt wel, volgens Bertrand Russell. Inmiddels is hij dood, hij is overleden, toch? Maar daar komen we weer niet meer voor terug. Wanneer is hij overleden? In 1970. Was hij 97? Oké. Okay. Mooi leven gehad. Dankjewel Bertrand Russell voor het verneuken van onze kinderen. Als het verhaal van Alan Watt waar is natuurlijk. Los daarvan heeft hij ons opgezadeld met een partijtje analytische filosofie volgens hem. En dat slaat helemaal nergens op. Gottlob Frege, daar had je nog wat aan.
toen Gottlob Frege, ik ga afronden. Toen Gottlob Frege afscheid nam vanwege pensioengerechtigheid. Ja, pensioenverplichtigheid moet je zeggen. Ze moesten van hem af. En hij was 65. En er is dus een... er zijn notulen gevonden van het afscheid van een vergadering. En een van de onderwerpen was, wat gaan we doen met de pensioenverplichtheid van Gottlob Frege? We zijn eindelijk van hem af. Moet er nog een feestje komen? Er is daar dus geconcludeerd in de, ja, dat heet encyclical of zo, in de gemeenschap, de consensus was... Van nee, we gaan niet Gottlob Frege een pensioenverplichtingsfeestje geven. Want Gottlob Frege heeft nog nooit iets gedaan. Dus waarom zullen wij wat voor hem doen? Dat was dan de voorganger van hem. Dat was niet de voorganger van hem. Hij was degene die zei dat Bertrand Arthur William Russell completely bullcrap aan het spreken was. Aan alles een naam wilde geven. Auw! Dikke vrouw! Dat is de fout van Adam. Als je je Bijbel een beetje binnenste buiten durft te lezen. Maar Adam ging er ook de mist mee in. Vooral toen hij zei... vrouw! Dat is de ergste naam die je iemand kan geven. Hartstikke bedankt dat jullie hier naar geluisterd hebben. Nou, je hebt niet veel last meer van deze man hoor. Niemand gelooft hem nog. Zijn geest heerst nog een beetje. En ja, die mensen die dat... Het is eigenlijk alleen maar verwarrend. Mijn leraar moderne filosofie, dat heet een geschiedenis. Hè? Een geschiedenis van de moderne filosofie. En dat begon toen met, hoe heet je nou? Die man wiens naam ik altijd vergeet. Die Duitser die contact had met die prinses. Leibniz. We begonnen met, Spinoza kregen we. En die leraar moderne... Zo heette dat, hè? Moderne filosofie, namelijk. Hè? Die zei over zijn taalstructuur, de taalstructuur van Bertrand Russell, dat hij zei, de hoeveelheid water die per maand door de Rijn stroomt, wat voor naam heeft dat? Ik was het totaal met hem eens. Want dat heeft geen naam. Je kan niet zeggen DX. Van er is een X. Waarvoor geldt DX? En er is een X waarvoor geldt dat het de hoeveelheid water is die per maand door de Rijn stroomt. Hè? Je kan ook zeggen hoeveel water stroomt er per dag door de Rijn. En per microseconde en per millennium, ja. Dat moeten allemaal verschillende namen worden. En dan krijg je al snel D00001, D00002, D00003. Het is gewoon een taalsysteem van helemaal niks niet. En het vervelende is dat toen ik nog bij die katholieken kwam, dat ze gewoon zeiden... Bertrand Russell is het helemaal. Ja, is hij gewoon niet. Niet in mijn ogen. En dat Gottlob Frege, die naar mijn mening wel een nette formulering had van taal. Iets wat echt, ja, met, als je computers hebt, en in die tijd had je dat niet. Maar als je computers had gehad in die tijd... En als Gottlob Frege had kunnen programmeren. Ah. Had hij het geschreven. Gottlob Frege liep zijn tijd vooruit. En Bertrand Russell die zat hem een beetje af te zeiken. Met zijn brieven.
Want wat ben je voor een eikel? En een Gottlob Frege heeft niet eens een pensioen dinges gekregen. Nou, dat maar niet. Ook nog heel leuk van Gottlob Frege. Hij gaf zijn colleges om 6 uur 's morgens. Daar moet je maar zin in hebben als student. En dat vond hij ook. Want als je naar mij wil luisteren, dan ben je om 6 uur 's morgens in het lokaal. Want dan zijn jullie tenminste wakker. Dan maak je je niet populair mee als leraar, dat begrijp ik ook wel. Het is wel waar het om draait. Dus, lieve mensen, op zijn hamburgers, zag ik tjuhus en dag lieverds.